Why I Love This Book. Drari in de Nacht van Fikri El Azouzi. Ik heb pas na het lezen van het boek vernomen dat het deel uitmaakt van een trilogie. Het Schapenfeest is deel 1. En het derde deel verwachten we nu in het najaar. Maar het boek heeft me aangegrepen omdat het begint met een heel humoristische beschrijving van hangjongeren in een Waase, dus Noordoost-Vlaamse stad. Losers, octonen, niet dat het hetzelfde is. En je gaat heel fel in hun wereld binnendringen. Waarom ze in het wassalon hangen, waarom ze in de pitazaak hangen. En hoe het dan moeilijk voor hen wordt, omdat ze in de greep komen van radicale elementen die hen met heel sofistische argumenten proberen te overtuigen om toch maar naar Syrië mee te gaan vechten. Het is geen zwaar op de hand liggend boek, het leest als een trein, je lacht enorm. In de laatste 50 bladzijden begrijp je heel goed hoe dun de lijn is tussen hier blijven en een leven opbouwen of daar gaan vechten en waarschijnlijk je leven laten.